lokaal. We volgen de basketbalwedstrijd van de Almere Pioneers tegen de Jugglers uit Enschede. De Pioneers staan op de 10e plaats in de promotiedivisie, terwijl de ploeg uit Enschede 1 plek hoger staat. Beide teams kunnen de punten goed gebruiken. Er zijn 6 wedstrijden gespeeld. De ploeg uit Almere heeft er 2 gewonnen en 4 verloren en heeft 4 punten. De Jugglers hebben 6 punten. De Pioneers spelen in het paars. In het begin komen de Jugglers op voorsprong en moeten de Pioneers aansluiting proberen te krijgen. Ja, een beetje nerveus. Kwamen ook op een achterstand, maar eind eerste kwart hebben we dat helemaal rechtgetrokken. Toen gingen we ons spel spelen en dat is snel rennen. Hè. Het is een groot team waar we tegen speelden en dan als je ze eigenlijk van de vloer af rent, ja, dan kom je voor te staan. Dat deden we. Waren jullie in het eerste kwart met een inhaalrace bezig? Ja, nee, zo. Dat ging lekker op een gegeven moment met een aantal spelers sowieso. Dus dat mocht zeker niet verkeerd aflopen op die manier. Het eerste kwart wordt afgesloten in het voordeel van de Almeerders, 24-18. Kan de Almeerse ploeg in het tweede kwart de voorsprong behouden? Het blijkt moeilijk te zijn, want de Jugglers komen met 4 minuten speeltijd op voorsprong, 30-31. Wij zijn van het snelle spel en we houden ervan om te rennen en dat het lekker doorvloeit. En dat, ja, dat haalden zij er heel slim uit. Waardoor we moeilijk tot schoten kwamen, of in ieder geval moeilijk tot raken schoten. You know, but yeah, this is the problem this year from our team, because we scare like win. You know, we have like some extra pressure, and then really like you see last quarter, like we first time together, we forget everything what we talk in timeout, everything. Vlak voor het einde van het tweede kwart brengt Nino Winters de Almeerders weer terug in de wedstrijd. En de ruststand is 33-33. Ja, dan gaan jullie de rust in met een gelijke stand, 33-33, dan ligt de hele wedstrijd nog open. Ligt helemaal open en zo begonnen we ook aan het derde kwart. Dat zag je ook, we gingen weer terug naar ons spel en het rennen en fast breaks lopen. En toen, ik geloof dat we op 8 punten voorsprong kwamen in het derde kwart. Dus eigenlijk gingen we hetzelfde doen als eind eerste kwart. En dat was ook de opdracht die we van de coach hadden meegekregen. De Almeerders gaan goed en weten hun voorsprong uit te bouwen tot 9 punten verschil. Ook de strafballen van Noël Kramer gaan erin. We hebben gewoon, zeg maar, wat we het tweede kwart hebben gedaan, hebben voortgezet. We hebben een paar kleine dingetjes laten vallen. Met op name de defense. Dus defense, dat had zeker nog beter gekund. En aan het eind van het derde kwart is de stand 57-49. Pioneers op voorsprong. Dan mag je de wedstrijd niet meer uit handen geven. Nee, klopt. En toch gebeurt het. En in dat opzicht zie je wel weer de jeugdigheid van onze... Van ons team. En op dat moment moet je het inderdaad eigenlijk slim uitspelen. We hebben te veel turnovers gemaakt. Ik denk dat we er in totaal in het vierde kwart zeker 10 of 12 hadden. En ja, dat kan niet. Dan verlies je de wedstrijd. Het wordt dus spannend in de laatste 5 minuten. De Jugglers komen in de slotfase op voorsprong en weten deze voorsprong uit te bouwen. Voor mij was even not so much problem in the offense, but we not play defense also anymore, because the last quarter score same points like the core all first half, you know, and yeah, you not can win the game if you have no offense and you also in no defense. And then Pioneers verliezen met 63-81. Almere lokaal.